Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Ja, vandaag een beetje een aparte aflevering. Ik praat ook niet zo hard, maar ik ga bij een kijker op bezoek. En dat is een fan, Sven. Sven is een fan. Sven is een jongen met een klein beetje een gebruiksaanwijzing. Dat geeft helemaal niet, want daar ben ik heel erg aan gewend. Ik heb namelijk ook een gebruiksaanwijzing. En Sven die heeft een bon gewonnen. Maar Sven heeft niet alleen een bon gewonnen, Sven is ook jarig. Dus ik heb een tasje met wat cadeautjes bij me. Ik heb een bon bij me. En ik heb nog een extra verrassing. We gaan kijken hoe hij reageert. We gaan kijken of hij het leuk vindt dat ik kom. Hij weet het namelijk helemaal niet. Zijn moeder weet het wel, maar hij weet het niet. 10. Zo. Eens even kijken hoe hij reageert. Dat weet ik natuurlijk nog helemaal niet. Die schrikt zijn eigen natuurlijk een hoedje. Hey Sven! Oh. Ik mag je geen hand geven, maar ik zeg wel even gedag. Hallo. Hoe is het, Sven? Het is echt leuk. Ja? Ja. Kom je binnen? Ja, natuurlijk kom ik binnen. Ik zit hier bij Sven. Ja. En Sven is een vaste kijker, hè? Ja, ik kijk altijd met mijn moeder. Ja. Daar gaat het nou niet om, hè? Nee. Dat gaat om jou. Ja. Dus je moeder die hebben we eventjes uit beeld gestuurd. Ja. Dat gaat om jou. Ja. Ik kom een bon brengen, want je hebt een bon gewonnen. Je hebt meegedaan aan de winactie. Ja. En dan kreeg je een bon. Ja. Dus ik heb hier een bon. Oh, dankjewel. Moet ik hem openmaken? Ja, je mag hem openmaken. Ja, dan maak ik hem open. Oh, dan kan je zien. Leuk. Dankjewel. Dan kan je... Voor 50 euro kan je shoppen. Ja. Komt zomaar uit de lucht vallen. Hoe leuk is dat? Ja, dat vind ik echt heel leuk. Maar, ik hoorde dat je jarig was. Ja. Ga je morgen vieren, hè? Ja. Ga je morgen vieren? Ja. Want ik ben 12 geworden. 12? Je bent wel een flinke vent voor 12, hè? Ja, dat vindt iedereen. Ik hoop dat ik de goede maat nou mee heb genomen. Oh ja hoor, wel. Want... Ik heb ook een t-shirt meegenomen voor je. Oh ja, dat vind ik echt leuk. Ik kom niet uit mijn woorden. Dat hoeft ook niet. Ja. Want ik heb hier nog een tasje met wat kleine goodies. Want ik draag altijd een pet. Ja, niet iedereen draagt een pet, maar ik draag altijd een pet. Maar dat komt misschien omdat ik al wat grijs word. Dat probeer ik te verbergen. Dus ik heb ook een pet voor je meegenomen. Oh, dank u wel. Dan heb ik ook wat sleutelhangers voor je meegenomen. Oh, die wou ik al. Dat zei ik nog tegen je. Ja. Dat vind ik echt leuk. En dan limited edition, want die zijn er eigenlijk niet meer. Oh. De patches van de Toy Soldier. Oh, dank u wel. En de 3D printjes. Oh. En een sticker, want het wordt wel allemaal mogelijk gemaakt door iemand. Door ja, die zorgen heel goed voor mij. En als ze goed voor mij zorgen, kan ik ook goed voor jullie zorgen. Ja, dat is wel mooi. En de laatste, een button. Oh, die heb je ook nog. Nou, eigenlijk niet, maar voor deze kun je wel. Dat vind ik echt leuk, ja. En nou denk je dat dat het is, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Want dat is je verjaardagscadeautje en dit is je winactie. Ja. Maar nou heb ik echt mooi. 8 cadeaubonnen weggegeven. Dus dan zou je zeggen 8 winnaars. Ja. Maar er is 1 winnaar en die heeft mij een berichtje gestuurd. Jordi Kennis. En Jordi Kennis die zegt, ik heb alles al. Of als ik het niet heb, dan haal ik het zelf wel. Dus, waarom zorg je niet dat die jongen een groot cadeau kan kopen? Oh, dat vind ik echt leuk. Dus, deze krijg je eigenlijk van een andere kijker. Oh, dankjewel. Hoe heet die? Jordi Kennis. Jordi Kennis, dank u wel. Dat vind ik echt heel leuk. Super, echt leuk. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Gaaf zeg. Ja. Super. Ja. Maar je zoekt ook, hè? Ja, ik heb een Garrett E150 ja? En een Quest X10. Oh, nou, top. Je kan niet missen. Ja. 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 Oma. Ja, want oma is alleen, hè? Ja, opa is helaas. Ja, en daar heb je best wel veel moeite mee, hè? Ja. Want het was wel je maatje. Ja. En lukt dat nu een beetje? Ja, nu wel. Ik had er ook therapie voor gekregen. En ik had er best wel veel moeite mee. En
Dat begrijp ik wel. Want jij zei opa Jan? Of zei je opa? Ik zei opa. Opa, ja. Ik ging ook heel vaak waar je altijd zoekt, bij de Victoren. Ik ging wel heen fietsen. Ja. Dat was echt leuk. Opa die had heel veel kabouters in de tuin. Ja. En die is zelfs een keer bij Hart van Nederland geweest, hè? Ja, dat was wel best wel lang. Ja. 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 En hij is ook dezelfde dag jarig als Sven. Dus dan denk je altijd nog een klein beetje extra aan hem? Ja, eerst gingen we ook altijd naar zijn graf. Ja. Alleen, nu kan dat helaas niet omdat ik nu op zo'n groep zit. Ja. Ja, want je woont in een woongroep? Ja, Rotterdam. In Rotterdam? Ja. Ja. En in oktober, misschien iets eerder, ga ik thuis wonen. Oké. En die woongroep die begeleidt jou? Of? Ja, er zitten meerdere kinderen op, maar die begeleiders daar, die helpen je een beetje met alles. Ja. Ja. Nou, dat is mooi toch? Ja. Is het wel leuk wonen daar? Ja, ik woon nu, hoe lang? Bij elkaar? 2,5 jaar? Bij alles bij elkaar? Ja. Ja, heavy allemaal. Ja. Heavy allemaal. Ja. Want er zijn ontzettend veel kinderen in Nederland. Ja. En ze zouden allemaal graag willen dat ik kom. Maar ik pik toch wel een klein beetje de mensen uit die het een klein beetje extra nodig hebben. Ja, en ik vond jouw verhaal vond ik eigenlijk wel zo goed. Dat ik denk van, ik ga toch ook bij jou langs. Ja. Maar, ik heb dorst. En daarna gaan we even zoeken, denk ik, of niet? Of wil je dat niet? Ja, daar heb ik echt zin in. Ja? Wat is het? Dus ik heb gewoon 10 cent laten leggen? Ja. Nee. Komt wel op neer. Zie je, ik ben ook maar een mens. Ja. Ja, ja. Hier wordt elke dag gevoetbald, toch? Ja. Elke dag? Ja. Nou, als hier elke dag gevoetbald wordt, dan wordt hier waarschijnlijk ook elke dag verloren. Hoeft niet, maar het kan wel. En dat gaan we nu even bekijken, of dat echt zo is. Ja. Hey. Ja, succes! Wat heb je? 10 cent uit 1965. 10 cent uit 1965? Zo, er zit allemaal deuk in. Ja. Dus die hebben we wel wat meegemaakt. Ja. Hij is ouder dan mij. Ja. 10 cent. Dat is ouder dan moeder. Oh, kijk uit wat je zegt, hè. Oeh. Oeh, die is echt mooi. Vet, hè? Zo. En daar liep ik net gewoon even overheen. Ja, ik liep echt daar net. Wat is dit? Dikke vette ring. Met een adelaar erop. Woehoe. 52. Er is maar één manier om te weten of er echt wat ligt. Graven. Dat is graven. Ja. En als je nu je metaaldetector pakt, hè? Ja. Dan heb je hem gevonden. Ja. Dan draai je een slag. En dan doe je het nog een keer. Ja, dan kan je precies weten waar hij zit. Dan weet je precies dat hij hier zit. Ja, dan gaan we even graven. Nou, dat doe je netjes. Je ziet dat het niet lukt en dan ga je toch nog een steepje extra doen. Dat doe je heel goed. Oh, ik zag het al, denk ik. Zag je het al? Dit, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar als je nou wil weten, want ik heb net wel wat geld gevonden. Wow. Dan gaan we kijken waar je op moet graven. Ik heb ook gevonden. Ja, die lag net daar. Ook de zorg van de zak. Dan hou je metaaldetector vast, dan gaan we eerst kijken. Wat is 20 cent? 77. Ook. Ook. En die knoop? 80. 55. 55. Maar valt je nog iets op? Ja. Hij is veel... Ja, die munt veel hoger. Veel hoger, hè? Ja. Live Dickie met Sven. Ja.
Sven die gaat eventjes de money uit de grond halen. Hoe weet je dat money? Misschien wel een dikke vette ring. Ja, misschien wel. Ik heb net laten zien dat het kan. Ja. Heb je het een beetje naar je zin, Sven? Ja. Ja? Ja. Leuk. Jo. Ga je vangen? Kluitje omdraaien en dan half openbreken. Dus niet helemaal door, maar gewoon open dat je met je pinpointer ertussen kan. Ja. En dan doe je het nog een keertje overdwars. Kijk. Wat is het? Wat is dit? Een sleutelgat? Best wel zwaar. Ik koop hem van je. Oh, dankjewel. Heb je toch je munt, hè? Ik weet niet precies wat het is, maar... Ik denk... Ja, ik denk dat het rommel was. Ja. Kijk die hanger. Het is een stier. Sterrenbeeld stier. En aan de achterkant staan allemaal stempeltjes. Dus dan hoef ik niet meer te twijfelen of het zilver is of niet. Vet cool. Nou dacht Sven dat ik altijd met zakken vol met mooie spulletjes thuis kwam en nooit troep had. Nou, dat heb ik hem vandaag wel even laten zien dat dat anders is. Kijk, dit is de troep die Sven en ik samen uit de grond gehaald hebben. Dit zijn mijn vondsten en ik had dan toevallig geluk dat ik een ring en een hangertje had. Twee muntjes, een knoop, een sleutel. En een stukje van een horloge. En Sven, dan gaan we even naar Sven toe. Sven die had maar liefst 4 muntjes en een sleutelhangerhaak. Dus dit is de opbrengst van een uurtje zoeken met z'n tweetjes. Wat is nou het belangrijkste als je klaar bent met zoeken en je gaat naar huis? Nou, dan moet je al de troep weggooien. Even je troep opruimen. Ja. Zou jij zo aardig willen zijn om dat daarin te willen gooien? Dan laat ik aan de kijkers zien dat ik ook leer om het goede voorbeeld te geven. Ik denk dat niet allemaal past in één. Nee, geef mij ook maar een beetje. Doen we het samen. Ja. Op al die speeltuintjes er staan van die vuilnisbakjes. En als je geen zin hebt om zelf het oud ijzer te verzamelen, kan je het gewoon erin gooien. Hoef je de troep niet mee naar huis te nemen en je ruimt het toch netjes op. Ja. Dat was hem, Sven. Ja. Je verjaardagscadeautje. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja. Nou, daar ben ik blij om. Ja. Dus je hebt het wel naar je zin gehad. Ja. Gelukkig. Ja. Ik ga naar huis, want ik heb Wilma beloofd. We hebben visite. Ik heb Wilma beloofd dat we gaan barbecuen. Oh, lekker. Lekker. Ja. Hey, dit was hem weer. Ja. Vonden jullie nou een leuke video? Dan sluit jij maar af. Nou, doe dan even een duimpje omhoog. En als jullie willen abonneren op dit kanaal, doe dat dan ook. Want... ja, ik gun het er wel. Dus het is gratis, dus ja, waarom zou je het niet doen? Ja, waarom zou je het niet doen, hè? Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.